Yo, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes, dit is het geworden voor vandaag. Het is een medieval house. Oh ja, yeah. Een middeleeuws huis is het. Zoals je kan zien, zit een aantal details in. Dat is een hele mooie dak, denk ik wel. En de voorkant en achterkant zijn ook weer pretty mooi. Dus ik zou zeggen, geef alvast de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer maar op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gun ik jullie heel veel speel- en bouwplezier natuurlijk. Maar voordat we gaan beginnen, wat heb je hiervoor nodig? Ik heb gebruikt donkere eikenhouten blokken. Of sparrenotenblokken, donkere eikenhouten hekjes, lantaarns, eikenhouten trappetjes, sparrenhouten platen, een donkere eikenhouten deur. Dat was het eigenlijk wel. En eikenhouten planken. Oh ja, en tropische trappetjes. Dus, ik zou zeggen, here we go. En we beginnen met een blok sparrenhout. Dan doen we 1, 2, 3 op elkaar. Daarnaast doen we 1, 2, 3 eikenhouten hekken. Dan komt er 1, 2, 3 sparrenhouten platen. 1, 2, 3 sparrenhouten of donkere eikenhouten hekken. En dan 3 blokken van sparrenhout. Als het goed is hebben we nu een gat van 9 hier tussen zitten. En we pakken nog sparrenhouten plaat. Doen we nog 1 ervoor. En 1 doen we weer daarvoor. Dan pakken we de keien. Die zetten we hier neer. 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. De sparrenhouten plaat die trekken we door. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En 1, 2 en 3. Zo, dit wordt de vloer. Dan pakken we de tropische. Nee, we moeten een eikenhout hekje hebben. Die staat hier zo. Eikenhout hekje. Doen wij 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Donkere sparrenhout. Donkere sparrenhout 1 en 2. En dan komt hier dus zo dadelijk een deur. Dan met de eikenhouten trap 1, 2 en 3 op zijn kop. Deze kant doet dat ook. 1, 2 en 3 op zijn kop. Dan pakken we de kei. En die trekken we door naar achteren toe. Ik zal ze even tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En dan gaan we weer terug de andere kant op zo dadelijk. Dus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan trekken we deze weer terug. 3 en 3. En zo. Maar deze kunnen we al helemaal dichtmaken. Gaan we aan de voorkant. Dan pakken we een trap van eikenhout. Doen we 1. Zo. Schuin. Of er tegenaan. Pakken we 2 blok sparrenhout. Een trap eikenhout. 2 blokken sparrenhout, eikenhout en zo gaan we door totdat we bovenaan zijn. En steeds 2 blokken sparrenhout, eikenhouten trappetjes, blok sparrenhout 1, 2, 1 en 2, eikenhout, eikenhout en 2 blokken sparrenhout, 2 blokken sparrenhout. Dan heb je nu mooi dit gemaakt als het goed is. Dan pakken we eikenhouten planken. Die zetten we hier tegenaan. Helemaal door naar achteren toe. Aan deze kant doen we hetzelfde. Hier tegenaan zetten en helemaal door naar achteren toe. Zo, dan halen we deze weg. En halen we deze ook weg. Want hier komt weer net als de voorkant. 1, 2, 3 blokken sparrenhout. Oh. 1, 2 en 3 blokken sparrenhout. En dan doen we precies hetzelfde aan de voorkant wat we hier hebben gedaan. Alleen deze halen we weg. En dan zetten we hier de keien neer. Dus eentje naar achteren toe.
Zo. Eikhouten trappetjes op zijn kop. Twee blokken sparrenhout en twee blokken sparrenhout. Eikhout trappetje en eikhouten trappetje. 1, 2. 1 en 2. Oh, we moeten op de eikhout zitten. En zo. 1 en 2. Een eikhout trappetje en hier ook weer. Twee blokken sparrenhout. Twee blokken sparrenhout. Je mag natuurlijk ook een andere ja, een soort hout vinden die je zelf mooi vindt natuurlijk. Maar ik doe dit met sparrenhout. En zo. Als we dit hebben gedaan, dan hebben we de voorkant hebben we bijna afgemaakt. Deze kunnen we nog wel even eentje hoger zetten. En dan komt hier tussenin een eikhouten trappetje. Die komt er zo mooi in. En dan beginnen we al gelijk met het dak. Dan doen we hier één tegenaan en één tegenaan. Dan krijg je mooi dit. En dan hier nog eentje eroverheen laten hangen. En hier ook weer overheen laten hangen. En dan doen we steeds weer hier zo hop, hop, hop. Alleen aan deze kant doen we er nog eentje extra bovenop, zeg maar. En dan maken we die zo. Dus dan doen we 1 en 2. 1 en 2. 1 zo. 1, 2, 1, 2. 1 er tegenaan. 1, 2, 1 en 2. 1 er tegenaan. En 1 en 2. Hetzelfde geldt voor de andere kant. De eerste rij doe je 1, 1. En dan komt die gelijk 1 erbovenop. En 1 komt zo. Zo, 1 en 2. Aan de onderkant uiteraard ook. Mooi doen. Even kijken hoor. Die doen we zo. Die doen we hier. Ja, en die doen we gewoon zo. Mooi op de tegenaan. En dan 1, 2. 1, 1. 1, 2. En 1. En zo. Steeds weer eentje naar boven toe. Hop. Ja, die komt hier. Nu moet hij wel pakken natuurlijk. Deze komt hier tegenaan. Die komt daar. En die komt daar. En dan komt hier ook nog even eentje. Pakken we de eikhouten planken. Doen we 1, 2. Eikhouten trappetje. 1. Zo er tegenaan. Planken. En 1. Zo er tegenaan. Nee, die gaan we anders maken. Als ik die nou hier neerzet. Zo. En die mooi. Zo. En die komt zo. Ja. Die doen we gewoon zo. Die halen we weg. Daar komt dan eikhouten planken. Die kunnen we helemaal doortrekken naar achteren toe. En dan kunnen we beginnen aan het dak. Eikhouten trappetjes. En dan helemaal doortrekken naar achteren. En één eroverheen natuurlijk. Hetzelfde geldt voor de volgende rij. En zo doen we het hele dak. Die komt daar. Die komt dan erbovenop. Je zou ook kunnen zeggen van ik doe eerst deze rijtjes. Mag ook. En dan die zo erbovenop te zetten. Zo. Dan krijg je toch ja, een heel ander effect van het dak. En die komt daar. Die trekken we hier naartoe. Deze trekken we hier naartoe. En zo. Dan zijn we alweer bijna bij het eind van het dak. Die komt daar, die komt daar, die komt daar. Nog drie rijtjes. 1, 2 en nummer 3. Zo. En ook hier doen wij weer een trappetje zo. En een trappetje deze kant op. Hoppa.
En dan hieronder niet vergeten alle trappetjes op zijn kop mooi neer te zetten. En hetzelfde geldt voor deze kant. Deze trek ook helemaal door naar achteren toe. Zo. Deze komt hier naartoe. En ook weer één eroverheen. Zo, die komt hier naar onderen toe. Deze komt er bovenop. Eentje komt daar tegenaan. Dan weer één erbovenop. En als je zelf ook leuke ideeën voor een huis, boerderij of noem het maar op wat je wil maken, wil zien, dat hoor ik graag in de comments natuurlijk. Dan zou ik het misschien wel een keer gaan nabouwen. Als het leuke ideeën zijn natuurlijk. Die was al gewoon zo mooi gemaakt. Nice. Oké. Nu hebben we dit mooi gemaakt, zo. Dan gaan we verder met de voorkant. Maar voordat we dat doen, doen we even een aantal fakkels. We beginnen gewoon hier mooi in het midden. Of in het midden. Aan de voorkant, in het midden. En zetten hier binnen, ze zetten ook gewoon even een paar fakkels neer. Zodat het toch wat lichter is. Deze hoef je niet neer te zetten. Maar dat doe ik even zodat jullie kunnen zien wat ik doe hier binnen. Oké, de blokspanuit, die trekken we helemaal de lucht in. Dus die komt helemaal mooi hier naar boven toe. En zo. Spanuit komt hier. Die trekken we helemaal door naar de andere kant toe. En hier zo komt ook de spanuit helemaal omhoog. Hetzelfde geldt voor deze kant. Pakken we de blok sparrenhout, dezelfde als aan de voorkant, 1-1 overslaan. En die trekken we helemaal door naar boven toe. 1, 2 en nummer 3. En deze komt helemaal naar beneden toe. Hop. En die komt daar zo. Dan doen we hier eikhouten planken helemaal mooi de lucht in. Hier zo doen we net als aan de voorkant. Eikhouten trappetjes normaal en eikhouten trappetjes op zijn kop. 1, 2 en 3. En als je daar niet bij kan, ja, dan kom je wel bij natuurlijk, want we doen gewoon zo. Tada! Oké, en dan weer deze kant. 1, 2 en 3. En deze kant ook weer. 1, 2 en nummer 3 komt weer daarin te zitten. Dan hebben we nog tropisch houten trappetjes. Die plaatsen we natuurlijk 1 en 2. En kijk, dan doen we zo. Die plaatsen we daar en die plaatsen we daar. En hetzelfde geldt voor deze kant. Ho, die daar en die doen we dan daar zo. Dan heb je toch net een andere structuur in je muur. En die doen we zo 1, 2, 1, 2, 1 en nummer 2. En die maken we ook dan helemaal dicht. Zo, hop, hop, hop. Die doen we daar, die doen we daar en die doen we daar. Dus het muurtje is dan helemaal dicht. Deze fakkels ga ik wel laten hangen. Dit zijn de bestaande fakkels, zeg maar. Dan gaan we aan de voorkant. De voorkant is in principe eigenlijk hetzelfde als aan de achterkant. Je mag hem anders maken natuurlijk, zoals ik hem maak. Dat vind ik heel leuk als je dat doet, als je hem anders maakt. Maar ik zou het ook super gaaf vinden als je denkt van ja, weet je wat, het is zo mooi, Tito, ik maak hem gewoon na. Weet je wel, ja, dat vind ik ook super tof als je dat denkt en wil doen. Als je ook vragen hebt of zo, of je wilt je bouwwerk delen met mij en met de community misschien,
Stuur je bouwwerken op. Stuur je bouwwerk op naar Tito met dubbel T @gmail.com. Dan ja, dan kan ik zien wat jullie daarvan maken en bouwen in mijn bouwwerken. Ik ben inmiddels al trapjes tegen de muur aan gaan zetten. En om het dak gewoon wat ja, mooier af te maken, ook van de binnenkant natuurlijk. Zo, die plaatsen we daar. En deze plaatsen we de laatste daar zo. Hop. Deze komt aan deze kant. Deze komt naar deze kant. Oh. En die komt daar. Dit was een trappetje. Twee trappetjes op elkaar. 1 en nummer 2. Nice. Oké. Ja, ik was hier nog even bezig met deze kant. Hoppa. En dan is deze kant is dan mooi af. Als je dan aan de voorkant een deurtje in gaat plaatsen, dan is hij dicht. Hop. Ik doe dan donkere eikenhouten deur. Doe ik er zo mooi in. En dan misschien nog een beetje de details aan de buitenkant zetten. Doen we zo de ladders of de donkere eikenhouten hekjes er tegenaan. En deze kant helemaal naar boven toe. En die kan dan zo mooi eentje naar beneden toe. Dan hebben we ook nog mooie lantaarns. En die kunnen misschien gewoon hier aanhangen, zeg maar. 1, 2, 1 en 2. Dan krijg je net een ander soort ja, detail erin. En aan de achterkant kunnen we dat uiteraard ook doen. Dan kun je dat hekje helemaal naar beneden laten lopen. Hieronder in het midden doen we dan ook weer hekjes. En helemaal aan de onderkant plaatsen ook hekjes. Zo, en dan plaatsen we daar zo de lantaarns er tegenaan. Hoppa. En ja, dat was het eigenlijk wel. Je kan hem uiteraard ook nog altijd zeggen van, nou, weet je wat? Ik doe hier ook nog een soort van pad maken. Dat kan uiteraard gewoon met keien. Dan is het een heel ander gezicht, zoals je kan zien. En die halen ook alle twee weg. En dan krijg je nu dit. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken en voor het bouwen natuurlijk. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, laters.